12 van 1, kom eens uit, 12 van 2. Evenwicht? Ja, te plaatsen, wat is jouw aanrijdtijd over? 1,4 kilometer over. 1,4 kilometer, oké. Okay. Lijkt hier rustig, er is verder niks te zien. Ik hoor de brand vooral. Die zullen zo zijn over. Ja, zo helemaal. Is het rij wat verder door, rij wat verder door, maar ik denk dat heel veel okay. Eenheden komen hoor. Okay. Het is helemaal daarachter. Hoi. Hoi. Waar wil je mij hebben? Ja, daarachter, ik denk dat je van boven ook hier naartoe kunt rijden. Dus probeer even of je hem langs de brand vanochtend kunt zetten en van de andere kant de weg af kunt zetten. Ja, ik ga elke keer ons even weer om. Ja, is goed. Ik hoor ook de almeel aankomen. Hoi. Ik ga maar even met de brand vragen. Ik heb nog niet gekeken. Ik geloof dat er nog wel mensen binnen waren wat ik in de melding hoorde. Oké, okay, ik ga even kijken. Ja. Hi. Ja, ik ben er ook net. Iedereen is er net. Ze zijn er aan het opstellen geloof ik. Ah, zie je nou, dan ga ik er even door naar hun. Wat wij hoorden is dat er nog twee man binnen waren, maar dat weet ik niet zeker. Dus dat, okay. Die informatie zullen jullie ook wel hebben. Ja, dan ga ik in ieder geval daarheen. Ja, is goed hè. Even omrijden, even via die kant. Dan waarom zou ik omrijden? Kan ik hier ook gewoon door? Je zet je auto net ervoor. Kan ik hem toch ook weer naar achter zetten of niet? Even rustig. Nee, ik moet er langs. Ik heb afscheid met mijn vriendin. En waar woont die? Ja, daar om de hoek. Daar om de hoek. Maar er ja, zijn hier... Ja, twee verder of zo. Ja, maar deze straat kom je even niet in. Ja, maar deze straat kun je niet in. Ja, het zal wel. Ik kan ja. Er wel omheen. Nou, je hoeft er ook om niet omheen. Om je auto. Ik zou zeggen, draai even om. Pak even via de hoofdweg, dit is sowieso een zijstraat. Nee, ik moet hier door. Ja, niks moet. Mijn vriendin woont hier, het kost alleen maar meer benzine. Het enige wat je moet is even omrijden. Nee, het enige wat jij moet is je auto aan de kant zetten. Ja, dat gaat niet gebeuren. Asociale. Zet die auto nou aan de kant. Asociale? Het begint bij jezelf nu, hè? Kom. Ik ga niks aan de kant zetten en je gaat er ook nee, niet langs. Nee, ik ga helemaal niks aan de kant zetten. Ja, goed. Maak je ruimte voor de ambulance? Die moeten wel langs. En ja, die mag er langs. Ik kan ook gewoon langs. Ja, en jij niet. Ja. Dus je mag nee, even omdraaien zo meteen als de ambulance langs is. Nee, ik draai je van ergens om. Draai jij hem om je auto weg te zetten. Hey. Hoi. Kun je even weer de stoep proberen? Ja. Hij is er eens. Ga nou niet, nee, ga er niet onnodig toeteren, want krijg je er allemaal bij. Nee. Ja. Zet die auto aan de kant. Heel moet hier gewoon doorheen. Niet moeilijk. Nee, is in dit geval heel moeilijk. Want het gaat niet gebeuren. Dus draai maar om. Wacht maar, ik bel je baas gewoon. Ja, dat is goed, zeker doen. Ik zal het nog niet hebben over het feit dat je geen kenteken voor hebt, hè? Ja, het zal een worstelijke kenteken voor. Nou, ik heb je nummerplaat in je gezicht hangen. Ja, dat is goed. Kom. Voordat je bij deze weg te gaan, verdoe je dat niet aan, dan word je bij deze aangehouden. Ga toch weg man. Ja, ga zelf maar weg.
12-1 komt uit. Even recht. Ja, dat was hier even een lastige persoon. Mogelijk dat hij via jou kan nog even komen proberen. Mocht het zo zijn, dan hoor ik het van je. Kom nog even daar naartoe. Ja. Ja, wat? Dag naar 2, 12-1. Je hebt recht. Ja, ik heb hier iemand hier langs op, maar ik heb al gezegd dat het niet kan en hij gaat steeds niet weg. Witte auto over. Ja, positief. Witte auto, kenteken voor, is nu alleen maar aan het toeteren. Kom eraan hoor. Ja, zet die auto nou aan de kant. Ik kan je mag er niet door. Ja, ga nou gewoon even je rijbewijs geven. Ja, hoezo dat? Ja, omdat ik je wil keuring uitgeschreven. Nou, als jij mij jouw autosleutels geeft, zodat ik je auto aan de kant kan zetten, geef kom, ik jou mijn mag even rijbewijs. Uitstappen. Ja, niet aan de kant zetten. Nee, stap ik maar ga even uit aan de kant zetten. Hey. Stap maar gewoon even uit je auto. Echt, jullie zijn heel vermoeiend. Goed, je mag omdraaien, je mag je handen op het dak, nu je bent aangehouden voor niet volgen van een vordering van een ambtenaar. Oh, nou echt? Wacht, met of een advocaat hier van ons. Ja, helemaal goed. Je bent niet te onverplicht, je hebt recht op een advocaat. Nou, daar begin je zelf al over, dus mooi. Bla bla bla. Ja, heel leuk. Je krijgt ook verschillende bekeuringen. Niet voor een vordering, geen kenteken voor... Helemaal. Ja? Goed, mijn collega gaat je even boeien. Ga je naar auto? Bla bla bla. Andere arm bij. Auw! Hey, doe stressing man. Waar woont die vriendin van je precies? Nee, zou ik wel in elkaar geslagen worden. Doe het normaal man. Waar woont die vriendin van je precies? Ja, daar, aan de andere kant. Maar hier? Ja, die straat. En welk huis? Ja, dat kan je niet zeggen als ik in Ambui zit. Gaf? Ja, goed. Kan je niet wijzen of wel dan? Huisnummer? 22. Goed, ik ga je auto voor het huis zetten. Huis nummer 22 op de oprit. Daar. Oké. Okay. Hey, kom met mijn auto. Hey. Jongen. Ja, echt smerig, op jullie. Nu binnen. Kan je op zijn minst een volume achter zetten van mijn oortjes? Jezus, Mina. Oortjes? Ja. Of zijn je zo scheel? Ik heb er oortjes in, hè? Ja. Jongen. Het is dat je het zegt. Kijk eens, autosleutels. Die ga ik aan mijn collega geven. Als je weer vrije voet bent. Nee. Oké, fijn dag verder. Godzak. Zet jij hem in de auto? Ja. Goed, ik kom zo nog even bij, hoor. Ik ga even kijken hoe het ervoor staat. Hi. Hi. Ik kan net horen dat er inderdaad nog iemand binnen was. Ja. Ik ga zo even vragen hoe het zit met de brand, maar... Oké. Is het slachtoffer al bij de ambu? Nee, nog niet. De brand was nog niet volledig geblust, dus we zijn daar nu nog mee bezig. Oké, we wachten af, hoor. Ja. Succes. Zou nog iemand binnen zijn, voor de rest weet ik ook niks. Dan komt de brand vooral, ik denk dat die wel het een en ander voor jullie heeft. Hi. Ja, de brand is bijna onder controle, er liggen nog 2 personen binnen. Oké, we gaan zo naar binnen dan. We hebben wel reactie van de personen, maar de rest, ze hebben heel veel rook in de gaten, die is heel erg. Oké.
Gaan jullie nog een derde ambulance dan oproepen als er twee zijn? Ik denk het niet. Hoe staat dat aan jouw kant daar? Ja, rustig. Je komt verder niet meer langs. Ik ga de wegafzetting wat verkleinen. Ik ga iets meer richting de woning afzetten over. Je doet het ook even aan deze kant. Ja, bedankt. Pand is inmiddels onder controle. Dan gaan we weer nablussen. Oké, helemaal goed. Dan blijven wij nog even hier totdat jullie vertrekken. Oké, het zal niet heel lang meer zijn. Oké, moeten wij nog iets regelen over de? Nou, voorlopig ziet het eruit of er alleen brand is. Er wordt straks nog onderzocht. Voor de rest weet ik niet heel veel of jullie nog wat kunnen doen. Volgens mij niet in ieder geval. Oké, nou ja, ik... wat betreft de woning, dat die niemand te betreden is door anderen, dat zal regelen jullie? Ja, dat zullen wij doen. Oké, is goed. Ik ga er ook vandoor. Ja, is goed hoor. Wij zijn klaar met nablussen, dus we gaan weer retour post. Ja, dat is begrepen. Dan, als jullie weg zijn, dan geven wij de weg voor vrij. Bedankt. Ja. Tot de volgende. Tot, ja, inderdaad, tot de volgende. De brandweer gaat inpakken. En die gaan weg. Dan ga ik hier de weg vrijgeven. Ja, en dan rij ik wel even met je mee naar het bureau om hem in te sluiten. Ja.